zeven, acht. In alle brandweerzones is 1 minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers en de overlevenden en ook de hulpverleners daar ter plaatse in het rampgebied. Die mensen zijn al vele dagen, 24 uur, de klok rond aan het helpen om te tonen dat we ze niet alleen staan, dat ze altijd op ons beroep kunnen doen. In de brandweerkazerne van Gent hangen de vlaggen halfstok. Ook Gentse teams zijn in Wallonië gaan helpen om water weg te pompen. Ze hebben de ravage van dichtbij gezien. Het is een gigantische ramp geweest dat in België nog nooit gebeurd is. Het is een zo'n groot gebied dat overstroomd is, betonnen muren die weggespoeld zijn. Het is echt wel heel heftig geweest. Als we dan terugkomen in de kazerne, dan babbelen we daar wel over met elkaar en hebben we heel veel steun aan elkaar. Ja, zeker. Vandaag vertrekt een nieuw team uit Gent om het laatste water weg te pompen. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dat is bij ons net hetzelfde. Dan gaan we allemaal samen gaan redden of gaan helpen waar nodig. De video heb je gecheckt. Nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.